Voor de uitbraak van de coronapandemie werkte ik af en toe een dag thuis. Maar sinds maart 2020 is mijn situatie eerder omgekeerd. In al die maanden ben ik nog maar 5 dagen naar kantoor geweest. Waar wij naar hebben gekeken is hoe uniek mijn situatie nu eigenlijk is. Geldt dit voor de meeste mensen of ja, ben ik echt bijzonder daarin? Wat deze grafiek laat zien is hoeveel procent van alle werkenden in Nederland volledig thuiswerken, gedeeltelijk, dus af en toe een dag thuiswerken of nooit thuiswerken. We hebben dat uitgezocht voor elk kwartaal in de periode 2013 tot en met 2019. Wat je ziet is dat er in die periode een hele geleidelijke toename is geweest van het totale aandeel thuiswerkers. Willen we weten wat het effect is geweest van de coronamaatregelen, dan is het belangrijk om ook even te kijken naar de cijfers van 2020. Daar zien we dat als we die erachter zetten, dan zien we eigenlijk een lichte toename in dat blauwe vak. Eind 2019 was het nog ongeveer 41% van alle werkenden. En in eind 2020 is dat percentage gestegen tot 46%. De toename is dus niet heel groot. Je ziet eigenlijk dat de grootste verandering te zien is in de groep binnen de groep thuiswerkers. Waar het percentage wat volledig vanuit huis werkt, net als ik eigenlijk, behoorlijk groter is. Wat betekent dit nu voor de toekomst? Wat kunnen we verwachten van het thuiswerken? Nou, allereerst dat voor een grote groep het versoepelen van de coronamaatregelen eigenlijk geen verschil gaat maken. Meer dan de helft van alle werkenden heeft eigenlijk altijd al op de werklocatie gewerkt. En dat is ook niet zo vreemd. Veel mensen hebben ook een beroep wat je niet vanuit huis kan uitvoeren. En voor hen was het dus ook geen optie om dat te doen. We hebben ook gevraagd aan mensen die een beroep hebben waarbij dat wel mogelijk is, wat zij verwachten voor de toekomst. En zij geven aan dat zij liever niet meer volledig vanuit huis werken, maar wel wat meer uren in de week willen blijven thuiswerken. Voor veel mensen biedt dat eigenlijk de mogelijkheden om bijvoorbeeld werk en privé wat makkelijker te combineren. Dus heeft het ook voordelen, maar tegelijkertijd vinden ze het ook weer fijn om regelmatig collega's bij de koffieautomaat te spreken. Dus niet alleen voor individuen, maar ook voor de samenleving heeft meer thuiswerken voor- en nadelen. Aan de ene kant minder files, maar aan de andere kant ook minder uitwisseling van ideeën tussen collega's, wat op termijn de productiviteit van bedrijven kan verminderen. En de overheid zou ervoor kunnen kiezen dus om de juiste balans daarin te gaan vinden. En daarbij is het wel belangrijk om rekening te houden met dat ook voor mensen die in principe een beroep hebben wat vanuit huis kan worden geoefend, er nog grote verschillen zijn in of mensen dat ook willen en kunnen. Dus de overheid heeft ook een taak om te zorgen dat de mensen hun kans om de thuiswerkpotentie die ze nu hebben geboden gekregen, volledig te kunnen blijven benutten.